In Den Haag op 19 en 21 september aanstaande, de algemene politieke beschouwingen. Jesse Klaver, de jonge fractievoorzitter van GroenLinks. Weet hij het debat te winnen of pleegt hij toch plagiaat? De Jesias, degene waar heel jong Nederland in de verkiezingscampagne achteraan liep. En nu moet hij het waarmaken, de algemene politieke beschouwingen. Vorig jaar, moi. Maar Jesse Klaver heeft zich steeds meer ontwikkeld als een echte debater die hele sterke vragen kan stellen en die ook zijn opponent klem kan zetten. Kortom, als hij dat door weet te zetten, wordt hij misschien de beste debater. Maar let op, in de afgelopen weken kwam ook alweer naar voren dat zijn inspiratiebronnen zoals Vincent Bijlo en Barack Obama misschien iets te letterlijk gequote worden. En plagiaat plegen is nou niet het beste wat je kunt doen in een debat. Dus Jesse, doe het in je eigen woorden. Veel politici doen ons geloven dat we verdeeld zijn. America is not as divided as some have suggested. En daarom moeten we de politiek veranderen. En dat gaan wij samen doen. We have to change our politics and come together. Ik geloof dat we Nederland kunnen veranderen. We will change this country. En als Wilders verdeeldheid zaait, gaan wij samenwerken. We're choosing unity over division. En als zij vrees aanwakkeren, dan vertrouwen wij op hoop. We are choosing hope over fear. Vond je dit een leuke video? Vergeet ons dan vooral niet te liken. En wil je meer tips ontvangen? Abonneer je dan op het YouTube-kanaal van het Nederlands Debatinstituut.